In de vorige video had Luigi een loodgietersklus waarbij hij de generator weer aan de praat moest krijgen. En kwamen we dit gekke gele spook tegen. En nu het water weer door de toren stroomt, kunnen we verder op zoek naar het fragment van de donkere maan. Ik heb al een idee waar we het kunnen vinden, zegt Quibus. Heb jij net als ik geen idee, maar vind je dit wel leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer voor Nintendo. Quibus heeft wat ontdekt over het fragment van de donkere maan. En hij heeft wat nieuws gevonden. Het fragment van de donkere maan bevindt zich ergens onderin. We weten ongeveer waar het is, maar nu moeten we er nog zien te komen. We moeten een brug oversteken en binnen in de holle boom een weg naar boven vinden. There we go. Oh, ja. Hij zit vast met zijn voet in een ton. Oké, gaan we deze poort proberen open te maken? Ja, dat gaat ook vrij easy nu. Nu alles het weer doet. Oh, snap, daar is weer een blauw spookie. Ah, wat ben je aan het doen, maat? Wat doe je? Ja, nu ben je duizelig, hè? Ga je pakken, vriend? Nu ben je duizelig. Oh, hij heeft zijn matties bij zich, hoor. Hij heeft zijn matties bij zich. Hoeveel matties? Oh, wat? Al die stukjes worden gestolen. Ja, maat, dit is niet de bedoeling. Waar gaan jullie naartoe met al die stukjes? Jullie gaan allemaal daar naartoe. Dat is wel handig. Allemaal dezelfde kant op. Nou, we weten wat er te doen staat. Jamie, nee, niet weer. De wiekenpoort gaat niet open zonder de wieken. Hij spoort ze op met de parascoop. Kijk, nu staan ze allemaal op mijn kaart. Kijk, dat is lekker. Alle kamertjes die staan aan. Hoppakee. Nou ja, aan. Ze staan aangegeven, bedoel ik. In ieder geval moeten we hier naar boven. Dat kan nu, want nu is de stroom er weer. Dus nu, ja, kijk, nu kunnen we gewoon rustig hier naartoe natuurlijk. Oké, hier zijn spoken. Oh, hier zijn 3 spoken. Pak ze. Oh, ze zijn hier nu niet meer. Oh, maar hier is wel een deur. Welke knop was dat ook weer? Deze knop. Ja, kijk. Kunnen we het deurtje maken? En moeten we al deze bolletjes even zo... Ja, top. Deurtje. Kom dan, Blue Spook. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Je zit daarin, hè? Je zit hier... Nee? Ja, je zit in de kast. Waar? Is die nou weer verdwenen? Ja, maat, ze gaan de hele tijd er vandoor. Ja, ze gaan zeker uiteindelijk allemaal naar dezelfde kamer. En dan gaan ze me daar met z'n allen opwachten. En dan moet ik in 1 keer tegen 5 spoken vechten, wedden? Dat is het, hè? Oh, wacht, hier is ook een grote spook. Hallo? Pak grote spook. Oh, wacht even, wacht even. Kijk, kijk, Luigi. Ah, ik weet nog niet zo goed hoe ik dan weg kan komen. Dat is irritant. Bro, doe eens rustig, maat. Ja, jij komt nu. En zo. En dan pak ik nu even... Ja, ik pak ze allebei wel. Hartstikke idee. Hier komen jullie. Hé, hey, ja hoor. Zo, hartstikke idee. Oké, er is er nog één. Hallo. Mis. Mis, Poes. Komt u maar in de stofzuiger. Oké, was dit het? Was deze niet? Er zijn nog meer spoken? Waar? Waar? Ik hoor iets. Zit hij hierin? Zit hij hierin? Zit hij in een van deze lades? Hallo? Ja, daar! Maat! Jij gaat ook weg, hè? Oh, nee. Kijk, 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 kijk. Deze hebben we te pakken. Lekker! Hartstikke idee. Dat is nummer 1. Kijk, en daar hebben we een fragmentje. Een wiki. Laten we de 5 wikis gaan pakken van die gekke spoken. Dit is nummer 1. Oké, nummer 2. Is misschien wel deze... Ja, kijk, hier in de tuin. Pak hem. Nee. Kom op. Oké, die is dus ook weg. Die is ook verdwenen. Ik denk niet dat die hier zit. Wacht even. Wat gebeurt er als ik dit ding vastpak en dan hier aan trek? Oh, dit is een grasmaaierd. Oh, dan kunnen we daar naartoe. Lekker. Let's go. Ja, hij is hier. Oh my god, hier zijn freaking veel spoken, gek. Kan ik hem gelijk pakken? Ja, kan wel. En dan pak ik gewoon even zo. En dan nog een keer. En dan nu even los, want anders komen deze. Ik weet niet meer zo goed hoe ik die moest pakken. Ja, zo. Hij doet even zijn ding af. Nice. En dan... Ja, lekker. Oké, kom. Oké. Achter mij is die nu. Eerst even die uit de weg ruimen. Nice. Yes, en dan Big Spooky. Let's go, grote spook. Let's go. Pak hem. Oh, ik ben geraakt. Ik ben geraakt. Zit je lekker te kotsen, jongen, de hele tijd. Je probeert me onder te kotsen, man. Wat een gast. Oké, maar anyway. Ik denk dat hij hier is. Ja, daar. Ik zei het. In de... Hier zit hij. Let's go. Die kunnen we ook pakken. En dat is het tweede wiki. Oké, die ligt daar. Maar ik wil eerst nog even hier kijken. Kan ik nog iets met deze grasmaaier? Of blijft... Nee, die blijft hier... Die blijft hier in de hoek staan. Oké. Kijk trouwens naar dit boompje. Hier zit gewoon een boe in verstopt. Anyway. Tweede wiki is binnen. Het is hier voor vuur allemaal. Kan ik hier door het raam? Ik kan niet door het raam, maar ik kan wel kijken. Naar het trappenhuis. Oké, let's go. We gaan hier naartoe. En dan is hier het, naast het trappenhuis. Zou een deur moeten zitten. Oh, waarschijnlijk als ik hier iets mee doe. Kijk uit, Luigi. Kijk uit, hè. Kijk uit. Ja, oké. Ja, druk maar in trouwens. Ja, oké. Dan gaan we... Ja, de andere kant. Hey, die vlammetjes die waren net rood. Waarom zijn die vlammetjes nu blauw? Ik ga eerst even de money pakken. Lekker. Here comes the money. Oké, nice. Dit trappetje is een beetje gek. Moeten we meelopen? Ja, oké, cool. Oh, spook. Spook alert. Pak hem. En dat is 1. Oh, dat was er ook maar 1. Ik dacht dat er meer spookjes waren. Dit zou een deur moeten zijn, maar waar gaat die deur naartoe dan?
En die zit op slot. Ah, kijk, zie je, het is helemaal geen deur. Ik zag het al op de map rechtsbovenin dat het geen deur was. En toch proberen, hè? Stront eigenwijs ben ik. Oké. Okay. Wat is hier? Nee, hier is geen spooky. Ik moet wel, denk ik, deze generator even aanknallen. Hoe dan? Hoe werkt het dan? Tussen alle drie tegelijk. Zo, ja, ik heb hem. Ik heb hem. Dit was hem. Toch? Er gebeurt alleen niks. Oké. Waarom gebeurt er niks? Wat is dit? Heb ik dit nodig? Nee, dit is een hondenbot. Moet ik twee keer op die knop drukken? Ja, kijk. Oh, ja. Ik moet twee keer op die knop drukken. En ik moet de juiste timing hebben. Ja, en dan nu? Hoe werkt dit? Wat moet ik doen? Oh, wacht. Kijk, die hierboven moet iets tussen. Het water valt er zeg maar naast. Anyway, ik moet gewoon naar boven eigenlijk. Hoe kom ik verder boven? Is er in deze kamer nog iets wat ik kan vinden? Ik zie hier wel een luik naar de kelder volgens mij. Oké, maar hoe klappen we dit bed in dan? Met dat bed kan ik niks doen. Hier hangt nog de... Oh. Oké, en nu? Moet ik dit zwaar maken? Oké, ja. Nou, we gaan onderweg naar het tuinlaboratorium. Dit vind ik een beetje ver gezocht hoor, allemaal. Ik moet weer goed nagedenken hoe we dit allemaal gaan oplossen. Hallo. Hallo, jij daar, met je zonnebril. Hallo. Doe je zonnebril eens even af. Oh, wat? Of ik pak jullie zonnebrillen wel, dat kan ook. Wat een idee. Kom maar. Ja! Is hier ook nog een blauwe spook? Ja, hier zou een blauw spookje moeten zijn, inderdaad. Wat is dit? Is hier geen elektriciteit? Laat me eruit, gek! Waarom doe je dit? Is hier iemand? Oh, we worden gebeld. Hey Luigi, doe daar eens voorzichtig mee. Dat is een pixelportatiescherm, een vroeg prototype van mijn teleportatieapparaat. Maar met mijn nieuwe telepixelaar kan ik je bijna overal vandaan plukken. Nou ja, zolang ik je kan vinden dan. Oké, nou is goed. Ik zal daar rustig mee doen. En daar is de spook. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat nu hierin. In de kist. Hallo? Ja. Ik ga je pakken, maat. Ga je pakken. Zo, je doet wel wild. Je doet wel wild, jongen. Deze gaf zich niet zo snel gewonnen. Maar dit is wel derde wiki. Nice. Kijk, laat dit beest maar even met rust, denk ik. Nu kan ik hier naartoe. Eens even kijken. Daar is een deur naar links. Die gaan we pakken. En waar kom ik dan terecht? Want ik ben nu in het riool. En als ik dit uit de lucht pak... Oh, kijk, daar zit een boe. Wissen en waarachtig. Ik ben boeling. Waar of niet? Daar is die. Daar is die. Hoppa. Arme boeling. Ja. Kom maar, Boleen. Oh, mijn apparaatje was leeg. Wow, rustig. Wow, yo. Hier is die. Hoi, Boleen. Kom maar. Oh, ik heb wel een beetje medelijden met Boleen eigenlijk. Boleen. Boleen, 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 Boleen. Jij bent hier gevangen in mijn stofzuiger. Ja, wat is er nou weer, Caribus? Fantastisch, ik ben blij dat je die vandaar hebt gevangen. Ze zijn erg verlegen en komen alleen tevoorschijn als je een verstopplek ontdekt. Ja, die hadden we even lekker gevonden, ja. En als ik dan deze nog pak, zit hier ook nog wat bij? Monies! Ik ben dol op monies. Wat is dit? Hier kunnen we niet achterlangs. Oh, dit was het. Oh, ik moet nou weer terug. Oké, moet ik nog steeds mijn weg omhoog zien te vinden? Ja, dan gaan we maar weer langzaamaan terug, denk ik. Zo, met de ballon naar boven. Oké, cool. Ja, er moet wel iets zijn in die ene kamer waar ik net was. Zou dit bed hier ook weg kunnen hier beneden? Ik zie hier niks aan het plafond hangen volgens mij, nee. Oké, dus er loopt water uit op het moment dat ik hier dit doe. Als ik ze tenminste alle drie raak. Wat is nou de bedoeling? Dus ik zie wel een emmer. Ik zou water kunnen pakken als ik die hieronder zet. Zo. Denk ik. Zo. Komt er dan water in? Oh, net niet. Hij moet een stukje naar voren. Hij moet hier. Oké. Poging 2. Helaas. Poging 3. Let's go. Ja, kijk, nu zit er water in. En dan moet ik die plant daar in de hoek... dit moet water krijgen, volgens mij. Nou ja. En dit dan? Wat als ik dit water geef? Groeit daar ook een plant? Zet maar even neer. Zet maar even... Ja, goed zo. Kan die open zo? En dan? Krijg ik hartjes van. Oh, en een gem. Maar wat heeft nog meer water nodig? Ja, ik denk dat ik hier iets met die pijp moet doen. Ik heb zo'n soort pijp heb ik nodig. Kan ik gewoon niet dit opzuigen? Of heb ik vuur nodig om die tentakel hier weg te halen? Hier kan ik ook niks mee doen. Misschien zo? Ah, echt? Is het zo simpel? Is dit ook allemaal moeilijk te doen? Ah, dan is het zo simpel. Ik moet simpeler denken met deze game. Ja, oké. En nu komt er water doorheen. Dan gaat die plant groeien.
En wat gebeurt er dan? Ik neem aan dat er nu van alles en nog wat gebeurt. Oh, dit gaat door. Oké, dit gaat helemaal door het dak. En kan ik dan hier aan omhoog klimmen naar boven? Ja joh, wat toevallig. Dat is nice. Zo, het is hier wel echt complete chaos in het kweeklaboratorium. Even koekeloeren. Zijn jullie er achter allemaal aan het doen dan? Ja, pak hem. Pak hem. Pak hem. Sorry, ik beroof je van jouw maatje. Hallo, ik wil jou graag flashen. Oh, je houdt dat even voor je ogen. Nu niet meer. Ga je pakken, vriend. Ja, lekker. Nummer 2. Oké. Maar er is nog meer hier. Waar? Waar is die dan? Oh, we kunnen ook nog hier naar beneden zelfs. Maar ja, daar is die. Kom op. Come on. Nummertje 4. Ja hoor. Hebben we ook weer gevangen. Top. Mysterie van het kweeklaboratorium opgelost. Nu vraag ik me toch wel af wat hiermee aan de hand was. Oh, kijk daarachter. Daar loopt een muis. Even alles kapot schieten. Zodat we die muis kunnen schieten. Pak die muis. Ja, lekker. Even een leuke minigame tussendoor. Nice. Hatsiki idee. Oké, dus dan moeten we nog één stukje om die poort weer te openen. Daarvoor moeten we hier naar boven. In dit trappenhuisje. Lekker veel hartjes. Heb ik niks aan, want ik was al vol. Kijk, ja, in de volgende kamer zit hij al. Hier zo. Let's go. Oké, waar schrik je van? Er is weer een piano spelende, donkere, boze, rode spook. Kijk hem rammen, joh. Op dat ding. Oh, zag je hem rammen? En dan komt dat blauwe spook op daaruit. Wacht even. Ik wist niet dat jullie allemaal zo boos werden op mij. Niet boos worden op mij. Ik weet ook niet of het de bedoeling is dat ik jullie echt daadwerkelijk pak. Maar ik ga het toch proberen. Want misschien moeten jullie wel piano spelen. Oké, jullie hoeven niet piano te spelen. Misschien moet ik piano spelen. Ik moet wel snel handelen. Ik moet wel echt snel. Kan dit dan? Dus piano spelen en dan gelijk. Maar dat is veel te snel. Ja. Nu hebben we hem. Jeetje. Jij was al een beetje irritant, hè, meneer? Maar we hebben de wieken teruggevonden. Dat was lekker. Hallo. Goed gedaan. Dat was de laatste week. Ik hou je nu terug. Oh, ik was net lekker bezig hier in het spokenhuis. Oh yeah. Zo, we hebben die spoken weer een mooi lesje geleerd, zegt KWBC. Even alles weer uploaden naar de drive. En dan denk ik dat we de volgende keer ook echt door de wiekenpoort heen kunnen gaan. De begrafenismars. Dat klinkt echt spannend. Wil je dat zien? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende. Mazzel.